gaan nu rekenen aan die wisselstroommotoren. En mijn eerste berekeningen die ik ga doen met jullie, dat is over de synchromotor. Een synchromotor draait gelijk met het net mee. Dus dat betekent, hier wordt 50 hertz opgezet in Nederland. 50 hertz en die motor gaat dus exact op 50 hertz meedraaien. We kunnen dan ook uitrekenen hoeveel omwentelingen per minuut dat die motor dan maakt. De formule daarvoor luidt ND, dus de omwentelingen van het draaiveld, is F, de frequentie, keer 60, gedeeld door het aantal polparen. En het aantal polparen wordt met P weergegeven. Oké, een heleboel informatie. Wat is wat? Nou, F is de frequentie. Ik had al gezegd, dat is 50 hertz. Keer 60, die 60 is altijd hetzelfde. En dan het aantal polparen. Deze motor heeft 1 polpaar. Hoe zie ik dat? Dat zie ik doordat hij heeft 3 spoelen. Maar als deze dit een noordpool is, in dit geval, dan is dit met z'n tweeën een zuidpool. Dus je krijgt hier een zuidpool en hier een noordpool. Dat wisselt constant. Dus hij gaat constant van noord, zuid. En dan wordt dit weer een noordpool. In dit geval. En dan zijn deze twee weer een zuidpool. Dus je ziet dat we elke keer 2 polen hebben. Hè, want we hebben een noord- en een zuidpool. Dat heb je altijd nodig. Maar een paar is altijd 2. Dus we hebben een noord- en een zuidpool. En een paar is 2. Dus we hebben 1 pol paar. Eigenlijk zou ik hier pp van willen maken. Maar zo is de formule niet. 50 keer 60 is 3000. Gedeeld door 1, ja, dat is 3000 omwentelingen per minuut. Dit is als het een synchroon machine is. Dus dan draait hij gelijk met het draaiveld. Nou zie je heel vaak dat motoren zijn uitgevoerd als 2 polparen. Hoe zit dat dan? Ik ga met oranje er een paar polen bij tekenen. Ik doe deze erbij. Ik doe er hier een bij. En ik doe er hier een bij. Ik had het beter met een ander kleurtje kunnen doen. Want het is heel erg onduidelijk geworden, geloof ik. Doe het even met roze. Oké. Ik heb er dus nu 3 spoelen bijgezet. We hadden er 3. Het worden er dus nu 6. Nu hebben we te maken met 2 polparen. Hoe komt u daarbij? Nou, dit wordt L2. Dit wordt L3. Dit wordt weer L1. Dit wordt L2. En dit wordt L3. Je ziet dus L1, L2, L3. L1, L2, L3. Ik ga op dit moment kijken. Dan is dit een noordpool. Deze twee, L2 en L3, zijn een zuidpool. Dit even weghalen. Deze, jullie raden het al, is een noordpool. En deze twee zijn samen een zuidpool. Hey, nogmaals, wat zien jullie nu? 1, 2, 3, 4 polen. Dat betekent dus dat we 2 polparen hebben. Wat gebeurt er nu met de motor? En ik kan het jullie straks ook uitleggen als we het ook praktisch voor ons zien. Dit is echt een hele grote brei geworden. Ik hoop dat het voor jullie nog duidelijk is. ND is F maal 60 gedeeld door het aantal polparen. Dus 50 hertz. Keer 60 gedeeld door, niet 4, want we hebben 4 polen, maar we hebben 2 polparen. Nou, wat gebeurt er? Dan wordt het dus 1500 omwentelingen per minuut.
Ja, dus het wordt de helft. Dus we doen meer spoelen erin en we gaan ja, de helft zo langzaam. Dat is niet zo fijn. Nou, eigenlijk wel. Want we hebben veel meer kracht. Ik zal het jullie laten zien. In 50 hertz, dus 50 keer per seconde, dus 0,002 seconden heeft hij nodig om dit af te lopen. Maar nu heeft hij dus, om één rondje te maken, heeft hij dus niet één keer deze periode nodig, maar heeft hij hem twee keer nodig. Dus hij gaat ook langzamer. Kijk maar. L1, spoel staat hier. Of magneet staat hier. L1, magneet staat hier. Magneet gaat naar L2. En naar L3. We hebben dus nu maar een half rondje gemaakt. Terwijl we bij de vorige hadden hem helemaal rond al. Op dit moment. Dan en weer L1. Dan en weer L2. Dan en weer L3. Dus je ziet dat we dus nu twee keer deze sinussen nodig hebben om rond te gaan. Het voordeel is wel dat we veel meer kracht hebben, want we hebben veel meer magnetisch veld in deze motor gecreëerd. Gaan we er nu nog een paar spoelen bij zetten, gaat de motor nog langzamer draaien. Als we er drie polen van maken, dan heb je dus, even denken, 9 polen. Dus we moeten er dan nog 3 spoelen bij zetten. Dan gaat hij dus 1000 omwentelingen per minuut maken. Nou, dit geldt even voor een synchroommachine. En een synchroommachine draait synchroon aan het net. De volgende video gaat over asynchrone machines. En daar ga je dus zien dat die motor dus niet gelijk loopt met het net, maar iets achter blijft lopen. Dat is ook het principe van die motor. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat het duidelijk geworden is wat het draaiveld is. En het aantal polparen, dat jullie daar een begrip van hebben. En dan ga ik dit snel weer uitvegen, zodat de volgende video opgenomen kan worden.